We gaan dus eerst kijken naar de kwaliteitsreflectie. Bij de kwaliteitsreflectie stel je jezelf de vraag: wat wil ik en wat drijft mij? Je gaat ook kijken naar verschillende situaties. Gaf deze ervaring jou een positief of een negatief gevoel? Je stelt jezelf dan ook de vraag: werd ik van deze ervaring trots? Werd ik boos of werd ik er blij van? Bij wat kan ik en wie ben ik, stel je jezelf de vraag: wat deed ik vooral goed? Je vertelt hier wat je tijdens de ervaring belangrijk of interessant vond. Als je in een bepaalde situatie een slechte ervaring hebt meegemaakt, dan ga je daar naar kijken. Kom je deze goede of slechte ervaringen ook op verschillende plaatsen tegen, zoals thuis, of misschien wel op school of op werk? Maar het allerbelangrijkste is om te kijken naar momenten die je juist leuk vond. Het is belangrijk dat je weet wat je leuk vindt en waar je goed in bent.